Welkom in de Ik ga op reis en neem mee. Voor de mensen die de zon hebben gedaan, al 3 seizoenen. Nou ja, zomer, winter, lente. Is dit het vervolg eigenlijk? Dat we dachten, we gaan weer eens wat anders doen. En volgens mij zijn er een heleboel van jullie die al vanaf vorig jaar meedoen, hè? De maandagen. Ja, leuk is dat. Ja, ik zie jullie. Ja, ik zie het al. En het is zo fijn. We hadden ook weer zo'n zin vandaag. Je voelt de opwindingen. Ja, trouwens een hele mooie zin. We gingen net even heel even zitten. En wat kwam er toen? Eventjes goed, dat ik hem goed zeg. Er gaan werelden voor jullie open waarvan je het bestaan al weet in je hart. Dus dat gaan we doen. Je voelde vanmorgen al echt de opwinding. En het was mooi, want we deden onze ogen dicht. En ik hoorde ook zo deze woorden. En tegelijkertijd ook zo de dankbaarheid. En dat ze zo verheugd zijn dat we hier met elkaar zijn. Om ook die wereld te gaan verkennen die er altijd is. Maar waar we ons vaak niet bewust van zijn. We gaan starten met een nummer. Here and now, before earth and sky, we stand. We feel the blessing of your infinite love in our bones, in our blood, in our breath, in our hearts. We open our eyes to see beyond what we have seen before. We open our ears to hear what we could not hear before. Beyond limitation, beyond the beyond. We feel a new story emerging from ourselves and rippling out into our lucid bodies as waves of love remind us of who we really are. Dissolve us into what we have always meant to be. And the layers between us and who we are meant to be fade away. And suddenly we realize we are all that we dream we could be. To see without eyes, to walk without feet, and to fly without wings. This is my prayer. Het is zo mooi, ja, met dat we kunnen gaan zien en kunnen gaan horen. En het zien van werelden die zich openen. Dat we kunnen gaan horen, werelden. En mooi, deze komende 7 weken gaan we langs de verschillende werelden die er altijd zijn, maar die we voorbij ons verstand pas kunnen zien en horen. En de wereld vandaag? Vandaag is de wereld van de gidsen, omdat de gidsen ook jouw eigen gids zo belangrijk is als je die leert kennen en ook leert horen, leert ervaren, omdat hij, zij, degene is die jou ook begeleidt
in de andere werelden waar we langs gaan. We gaan langs de wereld van de overledenen. Het zijn ook allemaal sferen en fases en frequenties. We gaan langs de wereld van de engelen. We gaan langs de wereld van opgestegen meesters. Maar ook langs de wereld van de Syrianen en Acturianen. Dus andere wezens die in het universum leven. En als laatste gaan we naar de bron. De bron van alles. Of God, of hoe jij het ook wil noemen. Dus dat is de trip die we gaan maken. Ja, dat is zo mooi. Is, hè? Je kan verheugd zijn. Misschien kan je het al voelen. Hè? Je hartslag die sneller gaat. Die sprankeling in je lijf van wow, wat er gaat komen. Maar dat is een ander gevoel dan de verwachting vanuit je hoofd. Hè? De verwachting vanuit je mind. Wat je moet zien, wie je moet zien. Om dat los te laten, om voorbij de verwachting te gaan zien en te gaan horen. En hoe doe je dat nou? Dat is op dit moment al de intentie te zetten dat je jezelf opent voor het veld waarin alles precies de bedoeling is wat jij gaat zien en horen. Zonder angst voordat jij wordt overgeslagen, dat jij weer niet wat ziet of weer niet wat hoort. Want het horen en het zien is zo subtiel. En ik wil één heel klein dingetje zeggen. Ik had laatst iemand die zei, ja, maar ik voel niet. En toen zei ik, deed ik voor, voel je dit? Mijn hand is ongeveer 10 centimeter afstand. En toen zei ze, ja, dat voel ik. Toen zei ik, nou, zo subtiel is het. We verwachten dat we het zo voelen. Of een hamer op je hoofd. Maar zo komt het niet. Het is inderdaad steeds subtieler, steeds subtieler. En die open mind van het kind vol verwondering, dat is waar we in willen gaan. Dat is waar je het beste in kunt zijn zonder dat kritische stemmetje, zonder dat oordeel weer in je hoofd. Doe dat later maar. Weet je, nu, voor nu mag je helemaal openen en de speelsheid daarin. Een heel belangrijk ding voor je om te begrijpen is dat ze juist komen via de poort van verbeelding. Nou is het probleem dat wij verbeelding zien als fantasie, CQ, niet waar. Maar ze werken via de poort van verbeelding. Dus jouw verbeeldingskracht is heel belangrijk. De grote vraag is, denk je dat jij het verzint of dat het in jouw verbeeldingskracht wordt ingegeven? En daar zit hij. En daar zit hij. En je zult merken dat als je dat gebruikt en openstaat, dat er meerdere dingen ingegeven gaan worden die direct resoneren met je hart, die een gevoel van levendigheid gaan geven en van ontroering. En dan weet je dat je op het goede pad zit. Want een platte verbeelding die wij maken, de fantasie om zo maar te zeggen, zijn vaak plaatjes. Maar het moment dat er in jouw fantasie of verbeelding levendigheid gaat ontstaan, dus beweging, dan zit je vaak al in de ingeving, in de communicatie. Maar dat hebben wij niet eens door. Dat komt omdat we helaas zo zijn getraind met je verbeelding, dat is allemaal fantasie, dat doe je allemaal zelf. Maar dat is niet waar. Het is de poort voor hun tot communicatie. Wat ik mooi vind, ik weet niet of jullie dat ook kunnen voelen, dat er in je hart een diep weten is dat je ieder subtiel signaal ook kan gaan voelen, kan gaan horen, kan gaan zien. En dat het precies dat op dat moment gebeurt wat voor jou de bedoeling is. En dat kan ook zijn healing, het kan zijn een inzicht. Zo mooi, we gaan op reis naar al die werelden, wat eigenlijk één wereld is.
En wat neem je mee? En de ene keer is een inzicht voor je. En misschien niet eens op het moment zelf, maar dat je later op de dag of later in de week denkt, ah, dat is wat ik toen zag en waar ik me nu pas bewust van word. En de andere keer is het een prachtige zin die jou toekomt, een woord of je ziet iets. En het zijn allemaal geschenken die we meenemen uit die werelden. En voor iedereen uniek dat geschenk wat jij meeneemt uit die wereld. En we gaan met elkaar het veld openen. Ja, dat is vooral een uur van ervaring. Daar gaan we in. Oké, bijna weer te hard. Zo, lekker ademen. Je ogen maar dicht. We openen met elkaar het veld. Alsof je denkbeeldig een gordijn opent. En we stappen er door naar binnen. Treden een wereld waar het bestaan van weet in ons hart. We voelen hem in ons hart. We zien hem. We horen hem. We weten. Zijn verheugd. Zij zijn verheugd. Het is alsof de schellen van je ogen vallen. En je kan zien voorbij verwachtingen. Alsof je oren zich spitsen voor de waarheid. De liefde. Een wereld die resoneert met jouw hart. Een weten dat diep opgeslagen is in jouw ziel. Je kent hem. Welkom.
En vanuit de verte komt jouw eigen gids naar je toe lopen. Een hij of een zij. Dichterbij ga je de energie voelen, ervaren. Misschien ook zien en horen. En wanneer je nog niks ziet of voelt, gebruik je verbeeldingskracht. Gebruik het instrument waarin zij kunnen werken. Stel je voor dat er iemand naar je toe komt. En wat ontstaat er dan in je gedachtes? In je hart? En je gids geeft jou een teken. Een teken wat hij of zij vaker gebruikt in je leven. En wat is dat teken voor jou? Een rilling. Een gevoel in je hart. Een ontroering of een symbool of een kleur. Probeer heel bewust te zijn van je lichaam, hoe het voelt. En je gids pakt je hand. Je voelt de energie van de hand. En dan word je gevraagd of je bereid bent om het gebied in de wereld en de sfeer van de gidsen te ontdekken. En als je bereid bent, ga dan mee. Je hebt elkaars hand vast. En je voelt dat je verder weggaat van de aarde. Eerst in een gebied van niks, van ruimte. Rustig aan, dat je ook om je heen kunt kijken. In dat universum, dat liefdevolle universum.
En je gids neemt je mee door een poort, een denkbeeldige poort van energie. Wanneer je door die poort heen gaat, kom je in een andere frequentie. Alsof je je veel vrijer voelt, veel lichter. Het aardse lichaam is nog even op aarde. Maar jij, de ziel, is veel vrijer, veel lichter. En dan ga je wennen met je ogen aan het licht daar aanwezig. Ga je meer zien. Misschien zie je kleuren, misschien zie je natuur. Wat zie jij? Wat laat je gids jou zien, ervaren, voelen? Dan word je meegenomen naar een hele bijzondere plek. Het is een plek die je eigenlijk al kent. Die je herinnert. Een prachtige plek. Een heilige plek. Waar kom je terecht? Het is de plek waar je eerder bent geweest. Ook met je gids. Gidsen. Waar je eerder met elkaar hebt gesproken. In andere tijden. En word je eens bewust hoe je je daar voelt. In die heilige ruimte. Die herinneringen. Vanuit je ziel omhoog brengt. In je bewustzijn. Samen hebben jullie ooit gesproken voordat je naar de aarde kwam. Wat jij hier kwam doen,
en hoe je gids jou zou begeleiden, zou inspireren. En je gaat je het gesprek herinneren, alsof je het opnieuw ziet. En mochten de herinneringen niet omhoog komen, luister dan naar jouw gids. Luister wat hij of zij te zeggen heeft. En in die prachtige ruimte nodigen jullie samen ook andere gidsen uit als die er zijn. En kijk eens wie er dan komt. Blijft het bij één of zijn het er meer? Als je soms afdwaalt met je denken, is niet erg. Breng jezelf gewoon weer terug in die ruimte. Gebruik je verbeeldingskracht dat je de ruimte ziet, zodat je weer in die frequentie komt en weer ontvankelijk kunt zijn voor hun aanwezigheid. Voel eens wie er zijn. Verschillende energieën. Op welke vlakken ze je ondersteunen?
jullie staan in een cirkel. En de energie stroomt. De liefde stroomt. Dus ik vraag je om heel goed te luisteren. De ingevingen die ze nu gaan geven. Dat je ze opvangt in je denken en je hart. Laat je beelden zien. Gevoelens ervaren. Energie voelen. Misschien hoor je ze wel. Als je door wil opschrijven wat ze je vertellen, er komt wat je voelt, dan kan je dat doen. Blijf in die staat. En iedere keer als je je ogen dicht doet, ben je er. En tussendoor kun je schrijven. Alles wat ze je geven. Wat ze je vertellen.
Dan nemen ze je mee. Ze nemen je mee naar een hele grote ruimte waar zoveel gidsen aanwezig zijn. Zoveel gidsen aanwezig zijn die werken met zoveel mensen hier op aarde. Je komt in die ruimte, ze laten het je zien, je voelt het. Zodat je kunt begrijpen waarom ze er zijn, wat ze doen. Hoe ze de aarde en ons ondersteunen. En ze verwelkomen ons. In die ruimte zijn zoveel verschillende ruimtes. Bijeenkomsten. Sommigen werken op healing. Sommigen boodschappen doorgeven. Sommigen op informatie doorgeven hoe ze daar leven. Sommigen met klank, kleur. Sommigen werken met je verbeelding. Welke ruimte nemen ze jou mee? Wat mag je zien? Wat mag je ervaren?
En dan nemen ze je mee. Weet dat je altijd hier naar terug kan. Naar deze plek, maar ook de heilige plek. De gids heeft je hand weer vast. Jullie keren terug naar de aarde. Naar daar waar jouw lichaam is. En al deze ervaring en energie die je mee hebt genomen, neem je mee. Je lichaam in. Misschien is het nog een cadeautje wat helemaal uitgepakt mag worden, waar je nog niet alles van hebt gezien. De energie die door je heen stroomt. Iets wat is opgeslagen nu in je hart. Voor jou om verder uit te pakken. Om te ontdekken. De volle dankbaarheid. De dankbaarheid naar elkaar. Ook de dankbaarheid van je gids naar jou. En dan adem je een paar keer diep in en uit. En op je eigen tijd open je weer je ogen. Zo, oh, hoe is het met iedereen? Wat een reis was dit. Ja, ik ook. Vond het wel heel grappig wat er gebeurde. In dat allerlaatste. Ik wist helemaal niet dat er zo'n ruimte was. Waar ze met zoveel verschillende dingen bezig zijn. Hoe ze ons inspireren. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel met kristallen of stenen. En met huis staat hier vol daarmee. Maar ik denk altijd, nou ja, ach leuk. Nu kwam ik in de ruimte van kristallen en stenen en legden ze me uit de frequenties en hoe belangrijk het is. Zo grappig. Ik ga heel anders nu naar stenen kijken. Ik ga heel anders naar stenen kijken. Dat is wel grappig, want ik was daarvoor en een van mijn gidsen, een vrouw die werkt met stenen, ja. Die liet me zien van, ja, jij weet de frequentie en waar je stenen voor kan gebruiken voor healing. En toen moest ik even denken, oh, het grappig, Bonnie heeft daar niks mee. Toen kwam het dit. Toen dachten ze, nou, die gaan we toch even meenemen in die ruimte. En dan zie je, maar hoe helend het werkt. Ja, ik ben helemaal om. Nou, ik ben heel benieuwd naar jullie ervaring of je iets wil opschrijven. En ook wel dat wat je hebt ontvangen. Want voor sommigen zal misschien is het wat vager af en toe. Hè? Dat komt omdat ons eigen denken ertussen zit. Maar het is wel heel mooi om deze vaker te doen. Dus je krijgt deze meditatie ook apart. Om hem echt even de komende week nog even 1, 2, 3 keer te doen. Om in dat veld, het is ook een stukje training, hè.
En ik zie ook een aantal die ook echt heel veel hebben meegemaakt. Nou, dat is ook echt prachtig. Ik ben heel benieuwd wat jullie, of jullie allemaal wel iets gezien, gehoord, gevoeld hebben van een gids. Ah, mooi, Suzanne. Mijn lichaam werd heel groot, fysiek voelde ik gaan staan voor je grootheid. Stefanie, ik kwam in een ruimte voor zelfliefde, ruimte vol roze kwarts. Ja, roze kwarts. Nieuwe gids ontmoet, dat is ook heel goed mogelijk. Ja, nieuw begin voor me, mooi. Mooi zeg. Het is wel heel mooi, omdat toen wij dat veld openden, met elkaar, want ook met jullie, de intentie er was echt superkrachtig. En het was direct, jouw eerste zin was al dat je erin zat. Ja, dit is mooi wat je zegt, Ellen. Dat je voelt dat er een klein meisje bij je is. Ik heb ook altijd een klein jongetje bij me. Ook een van mijn gidsen. Ik heb het gevoel dat bij meerdere, dat is altijd nog een kind bij. Die ons ook die kinderlijke energie en vrolijkheid meegeven. Het is heel mooi om dat te zien. Oh ja, de meerlingen erbij, ja, is ook mooi. Ook in een kamer van amethyst en bloedkoraal. Mooi. Zo mooi met kristallen, dat daar informatie in opgeslagen is. Dat één kristal werkt voor heling, maar het andere kristal dat daar zo'n schat aan informatie zit. Het is niet alleen mooi om naar te kijken, maar de frequentie die op een bepaald aspect in je leven resoneert, je ondersteunt. Mooi. De magie kwam als meisje terug, ja. De magie die we als kind zo hebben en dan laten verdwijnen. En juist in die magie ligt zo, hè, die poort tot communicatie. Is er iemand die een vraag heeft? Het is toch fijn om nog heel eventjes ruimte te hebben voor vragen. Ja, af en toe eruit, maar je kan er ook weer in. Meerlingen, ik denk dat dat wat ze bedoelde, is dat soms kom je als tweeling. En ga je alleen, word je geboren en blijft de andere daar. Serafin. Dat is ook een engel. Grappig. Weet ik niet precies. Zou je eigenlijk eens moeten opzoeken? Ja. Dit soort dingen. Ik had het zo leuk. Je hebt dat ook vaak, hè, met die woorden die dan opeens komen. Dat je denkt, ja, wat betekent dat ook alweer? Dat weet ik niet. Dat is mooi om zelf echt even te gaan googlen, te gaan zoeken, het onderzoeken van wat je dingen die je hebt gezien. Waarom zie je amethyst? Waarom zie je bloedkoraal? Waarom zie je, weet je welke? Ik vind dat altijd zo mooi om daarna echt op onderzoek te gaan. Wat betekent dit eigenlijk wat ik heb gezien? Hoe kan ik de angst loslaten en me echt openen voor de ongeziene wereld? Wat is je angst? Even kijken. Dat ik schrik van wat ik zie op entiteiten. Maar heb je dat eerder gezien? Of is dat je er bang voor bent dat je het gaat zien? Ik vind het trouwens ook wel mooi. Ik ga heel even op anderen ook. Kunnen overleden familieleden ook gidsen zijn? Dat zijn ze vaak een tijdje. Die zijn er niet vanaf je geboorte, maar ze kunnen daar wel een tijdje bij jou. Ze kunnen je een tijdje gidsen, zo moet ik het zeggen. Dit vind ik ook mooi. Margrietje vraagt over welke ruimtes en de krachtdieren.
Mijn gids had een krachtdier uil op zijn schouder. Mooi. Ja, dat is heel goed mogelijk dat ze daar wel ook aanwezig zijn. Dat ik schrik van wat ik zie. Ja, dus als kind voelde ik veel. Ik was bang voor daarvoor. Ja. Wat ik kan alleen maar mijn persoonlijke ervaring vertellen. Op het moment dat je vanuit de intentie en wat kan helpen, is dat je zegt, ik verbind en zie uitsluitend dat van het veld van de allerhoogste waarheid en liefde. En je begint vanuit je hart, dus vanuit je hart te openen. En je maakt contact via je hart, daar is ook waar je echt die brug slaat tussen die werelden. Vanuit je hart zie je alleen maar liefdevolle wezens. Kijk, vanuit je hoofd, waar ook je gedachten zitten en waar angst is, in je hoofd ontstaat angst, kan je, als je daarmee begint, kan je in een angstig veld komen wat je zelf creëert. Omdat je verbeelding, hè, waar jij al in het begin over vertelde, ja, we kunnen ons alles verbeelden. En voor mij is vanuit mijn hart en vanuit die liefde en dat veld openen met elkaar, dat liefdevolle veld, ja, dan... Ja, en het is zo mooi, weet je. Het is zo liefdevol, het is zo prachtig. Het veld wat we hier met elkaar openen is zo licht. Daar hoef je echt niet angstig voor te zijn. Dit is dé plek. Om te oefenen, om je angst is, om voorbij je angst is te gaan kijken wat het is. En ook, Carolien vraagt, er is zo'n verlangen tot communicatie. Wat staat er in de weg? Het enige wat er in de weg staat, is ons eigen denken. Ik weet niet hoe vaak jullie niet merken dat je bent afgeleid in je denken. Of dat je denken je ergens anders mee naartoe heeft genomen. Dat is gewoon een feit. En hoe vaker je jezelf terugbrengt in de visualisatie, oh nee, ik was hier, hoe meer je dat traint. En we zijn zo niet getraind, dus dat brein van ons, dat neemt ons naar alle kanten. Als ik iets me verbeeld, dan gaat er vervolgens een associatie aan en zit ik opeens in een week geleden wat ik heb gedaan, ben ik opeens met iets heel anders bezig. En ik, oh nee, terug. En weer terug. En hoe vaker je jezelf weer liefdevol gewoon weer terugbrengt, hoe sterker dat wordt. Mooi, toch heel stil en rustig en groot. En daarin ook het ervaren en het gebruik weer de voorstelling. Gebruik je voorstellingsvermogen. Bijvoorbeeld, hoe kan je dat bijvoorbeeld doen? Stel je voor een roos die je ziet en dat je hem 3D ziet. Stel je voor een tempel van licht en kijk in alle hoeken. Dus focus, ga leren focussen. En Gerda zegt, ik kon alleen maar huilen. Ja, soms word je zo geraakt en komt zo die laag eruit. Hè. Dat kan van verdriet zijn, maar het kan ook van ontroering zijn. Het is ook zo thuiskomen. Je komt er vandaan, je herkent het. Ik vind het altijd een omgekeerd heimwee. Dat je soms hebt van, ja, waar was ik al die tijd? Want dit is waar ik thuis ben. En als je het gevoel hebt dat je in slaap valt, ga echt heel erg rechtop zitten. Heel alerte houding. Als je iets van een slaapstand krijgt, vraag ook, dat is ook iets wat ik de ongeziene wereld vraag, hou me alert. Hou me aanwezig. Vraag om hulp. Ook op deze reis die we gaan maken nu, de komende 7 weken, vraag iedere keer ook om hulp. Nou, jongens. Ja, mooi, de komende weken, alle werelden waar we ook naartoe gaan reizen. Verheug me ook op de engelen, maar ook de andere lichtwezens. Ja, zo is het. Oké, we gaan het laatste nummer ga ik met jullie delen. Lala. 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 Lala.
the mistakes that I have made, or any other things that cause me pain. I am not the pieces of the dream I live behind. Ik stuur jullie een mail. De meesten kennen het al, met een PDF. Daarin staan ook de links van meditatie en de opnames die je heerlijk kunt gebruiken. En kijk, wat een energie zit hierin, zeg. Je kan echt voelen wat deze weken gaan brengen. Dat is echt fantastisch. Tot volgende week. Mm-hmm.